Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. Deze aflevering heeft een primeur, dus in ieder geval de eerste Fire Emblem aflevering die ik in dit huis maak. Maar de eerste video überhaupt ooit, zelfs nog niet eens een stream, wanneer mijn mooie LED-lampje het doet. Dus dat is alleen maar mooi. Even kijken, we zijn op zondag... De 18e zijn we gebleven. De 18e zeg ik, de 10e. Laten we gaan kijken wat we gaan doen. Ik zie dat je kan vissen en kan eten. Dus laten we gewoon een exploretje gaan doen. Ik moet zeggen, ik ben er wel even uit. Want het is door de verhuizingen zo allemaal best wel een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen. Ik zie wel dat er een hoop quests zijn. Dus dat is sowieso leuk om te doen. Ik moest ook van Sethet een quest accepten. Dus dat is alleen maar mooi. Hoe kom ik ook weer zo bij de gele map? Hier kan ik sowieso even naartoe gaan. En Sethet zit er helemaal bovenaan. Maar laat ik eerst hier even naar fast travelen. Vorige afleveringen vergat ik elke keer dat je kon fast travelen. Laten we eerst eens naar de dining gaan. Today's special. Wow, is iedereen fan van de special? Dat is nou. Nice. Oh, wacht, nee. Leonie en Raphaël horen bij mij. Laten we Leonie... Ja, Raphaël heeft niet zoveel zin en volgens mij kan je... Als ik nou iemand kies die ik graag zou willen hebben, ik weet alleen niet meer... Hé, hey, Lawrence, die hoort ook bij mij. Oh ja, maar die is, vindt het niet super lekker. Even vergeten, mijn zusje zei een bepaalde persoon die... hier, laten we Edelgard doen. Een bepaalde persoon die wel fijn is om te recruiten, maar ik weet even niet meer wie dat is. Dat klopt, Leonie. Oké. En dan kiezen we nu voor de chef. Wacht. Full menu. Hier kunnen we Lawrence blij mee maken. Lawrence is de enige sad, of niet? Laten we Lawrence blij maken. Even kijken, wie kunnen we nog meer meenemen? Mercedes, laten we Mercedes meenemen. Dan is mijn eigen team in ieder geval weer blij, dus dat is mooi. Even kijken, ik heb nog twee van die dingen over. Laat ik eerst eventjes naar Sethet gaan. Oh, dat kan. Dat is naar, oké. Kaboom. Oké. Moet die kant op? Oké. Zou Sethet hier moeten zijn? Yo. Oh. View quest. Accept. Oké. Quest battles. You will need to go to the battle to complete certain quests. Oké. Faculty training. Dat is voor mijzelf, hè. Dan hebben we hier die bitch. Wat is dit? Oeh. Offer some tea. Geef me some tea, bitch. Oké, schiet op, Ray.
Kijk, die was nice. Oké. Okay. Survival skills. Ah, oh, sad. Dat vindt ze dan weer niet leuk genoeg. Wat een zeikert. Nice. Oh, it's tea time. Oké. Dat is mooi. Quest complete. Prima, Jima. Oh, we kunnen hier in ieder geval iets voor Zetetse quest doen. Wacht, wat moet ik doen? Oh, ik heb al met haar gepraat. Oh, let's go to this bit. Find Gerald. Oh, de Gerald is weer helemaal hier. Daar kom ik net vandaan. Zo vermoeiend. Please. Wat een lange quest heeft die bitch. Hallo? Gaan hier wel heen. Nou, je kan daar die kant niet uit, zet. Volgens mij moeten we die kant op. Yo, bitch. Yo. Mooi, mooi. Kijken of ik nog meer questen kan completen. Hier zou ik nog meer questen moeten kunnen completen. Oh, en ik had de vorige keer iets onhandigs gedaan. Inventory, items. Het was niet handig om mij die... Om die supergoeie sword al te gebruiken. Dus dan doen we dat niet. Laten we maar even kletsen. Maar dit vind ik allemaal nooit interessant. Dus dit spoel ik wel gewoon door. Wat auto advance. Kan gewoon doorklikken. Moment. Oh. Lawrence en Marion have attained support level C. Dat is mooi. Wat gaan we nu doen? We gaan hier naartoe. Tuurlijk. Ja, dat fast travelen vind ik soms een beetje onhandig allemaal. Dan gaan we naar de stable. Nou, er is hier in ieder geval iets. Help me! Prima Jima. Oh, dit is beter, ja. Dit is beter, oké. Okay. Kijk, de blacksmith.
Hier heb ik vast een keer wat aan. Oké. Oh. Hallo? Waar zit die bitch? Staat die hier? Ah ja. Oké. Oh. Quests. Jut. Het zal wel. Laten we maar gewoon... verder gaan. Dat lijkt me een goed idee. Dit is weer trainingdag. Ik hou van trainingdag. Goals. Ik denk dat we Cloud gaan doen. En Lawrence. En Leonie. Oké. Vlaggetje voor Cloud. Vlaggetje voor Cloud. Oké. Instruct. Voor Cloud. Vlaggetje. Nice. C+. Dan gaan we verder met de bow. Lekker. Top. Voor Lawrence. Oh, dat was het paardje. Wacht. Lawrence. Paardje. Nice. Wat zijn de goals? Doe maar handschoentje voor Rafael. En dan pakken we 2 boekjes voor Listea. Nice. Lekker, Rafael. Oké. Oké, mijn boys en girls zijn goed bezig. Oké. Group task. Begin lecture. Nice. I hate cleaning my room. It's so boring. And to be honest, I'm kinda lazy. But I don't want my room to get messy. Who do you think I should get to tidy up for me? Nee, gewoon jijzelf. Vuile bitch. Ooh, professor level up. Nice. Focus on authority skills. Focus on the reason skill to excel as a warlock. Prima. Ah ja. Kijk.
Oké, gaat best oké. Okay. Het gaat best oké. Okay. We mogen niet klagen. Oeh, wat gaan we hier doen? Kunnen battlen en dan die quest battle doen. Van Seth. Intermediate seal. Maintaining your training, White Clouds, chapter 5. Oké, iedereen doet mee. Nee, je moet wel meedoen. Oké. Inventory, items, Ignatz, items, bow. Trade. Ah, wacht. Vechtie! Rout the enemy, all of your units fall in battle. Okay. Dit zal de oppermeester zijn, dus die... Zou al Gonzo moeten. Oh. Even kijken, dan zetten we die bitch hier neer. Oh. Okay, let's go. Kaboom, zou ik zeggen. Wojo, hoe durft hij mij twee keer aan te vallen? Lekker, Marianne, level 2. Oké. Wat als ik hem aanval, wat gebeurt er dan? Dan is hij dood, oké. Kaboom! Kaboom! Nice. Even kijken. Laat ik. En als Ravel hem aanvalt, is hij dood. Oké, nice. Oeh, een crit. Nice. Lekker Ravel. Kaboom! Nice! Oké. Lekker, Marianne. Oké. Wojo gaat uit de bosjes kieten. Mis, jonge Kees. Wojo nog één? Die was raak. Dat is een beetje jammer, dit. Kaboom!
boom. Nice, level 11. Battalion level up. Nice. Oh, een crit. Lekker Ignats. Oh, wacht. Dat betekent dat ik niet geraakt word als ik dat doe. Van ja. Nice. Oké. Dit gaat best oké. Nice. Boom. Dan zou ik moeten winnen, toch? Nice. Het is Mariana haar fight vandaag. 2, 3. Oké. Nice, oké. Is weer een tief gegonzoed. Oh, die andere kan niet. Nou, dat doe ik wel. Nou, als ik daar toch bij kan, dan ga ik kijken of ik met haar hem kan killen. Oh, op 1 HP, dat is zonde. Kijk, met hem kan ik hem sowieso killen. Ja. Yeah. Oh, en een crit. Nice. Ik weet het. Zo. Kijk, nu kan die dood. Klemming. Okay, wait. En wait. Oh. En wait. Oké. Beetje normaal nu tegen mijn mensen. Kijk, met hem kan ik hem gewoon eens killen. Ja. Oké, nice. Ignaz. Doe dat eerst maar even. Klebeng. Ook niet. Nee, dan ga ik dood. Oh.
Ja, dit is een goeie. Nice. Oké. Oké, dat kan niet. Oh. En een crit. Hecatjoe. Lekker, Leonie. Oké. Oké, kom op, enemy. Kom maar deze kant op. Kaboom. Zeer jammer. Wojo, dat is vette magie. Lekker Lissitea. Oké, nu gaan ze mij aanvallen als het goed is. Lekker. Lorenz ook weer een leveltje omhoog. Beetje normaal nu tegen Ignaz. Zo, die bitch is dood. Oh. Kaboom! De battle is afgelopen. En level 9, dikke vette hut. Die gaan we zeer zeker zeven. Dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Voor de volgende aflevering heb ik even geen idee wat we gaan doen, maar dat gaan we vanzelf zien. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.